Nou, we zijn hier bij de Web Summit in Lissabon. Koen van Heroes and Friends, een nieuw crowdfunding platform. Vertel eens, wat is het? We identificeren het niet alleen als een crowdfunding platform, maar meer een crowdfunding platform. Datgene wat we anders doen ten aanzien van andere platformen is dat we niet alleen maar cash vragen, maar dat we ook in natura mensen kunnen doneren. Dus ook in goederen en diensten. We hebben de platform nu opgezet en het wordt gratis ter beschikking gesteld aan eigenlijk alle sociale initiatieven. En datgene wat we ook anders doen is dat we de mogelijkheid geven aan mensen om ook hun favoriete project te supporten bij de berichten gewoon automatisch van hun te delen via de sociale media. Dus dat ze ook echt de crowd kunnen opzoeken. Oké, dus bij jullie ligt echt nadruk op de crowd en op het realiseren van projecten. Ja. Als je kijkt in crowdfunding, er is al heel erg veel op de markt. In Nederland alleen al 150 platformen actief. Als je echt puur kijkt naar crowdfunding en crowdfinancing. Wat voor verschil denk je te maken ten opzichte van hetgene wat er al is? Nou, het belangrijkste verschil ten opzichte van andere platformen is dat wij ten eerste helemaal gratis zijn. Dus dat betekent niet dat wij een percentage afhouden van het gedoneerde bedrag. Dus dat betekent alle donaties gaan rechtstreeks naar de sociale initiatieven toe. Het tweede punt wat anders is, is dat wij dus niet werken met een bepaalde fundingperiode. Dus mensen die beginnen gewoon vanuit een eigen idee en gaan gaandeweg, hebben ze misschien een keer 1000 euro nodig, dan 2000 euro nodig. Dus ze hebben de mogelijkheid om eigenlijk de financiering en de projectuitvoering simultaan te laten lopen. En dat is eigenlijk de twee belangrijkste verschillen ten opzichte van de crowdfunding platformen die er nu bestaan. Ja, en net heb je ook eventjes binnen, maar binnen is redelijk rumoer ook even het platform laten zien. En dus je maakt net ook je plan inzichtelijk, je begroting inzichtelijk. En mensen kunnen dus zowel geld als eigenlijk de dingen in jouw begroting kunnen zij dus daarin doneren. Exact. Ja, dus feitelijk wat we doen is zodat we de mogelijkheid hebben om dat mensen campagne kunnen voeren voor een project. Betekent dat voor de projecten zelf van groot belang is om ook de community die je opbouwt ook te updaten of datgene wat je aan het doen bent. Dus niet alleen maar de vraag naar buiten te brengen, maar ook van ik heb nu een idee, wat vinden jullie ervan? Ik heb nu een vraag, nou ik heb de vraag ontvangen, dit is wat ik ermee doe, dus de uitvoering ervan. Dus we hebben in ons platform ook een tijdlijn opgenomen waarbij je gewoon het project kan volgen van wat ze doen. En dus niet alleen maar waar de donaties, welke donaties nodig hebben, maar ook wat ze uiteindelijk ontvangen hebben en wat ze ermee gedaan hebben. Dus transparantie is een zeer cruciaal punt voor ons voor campagnes. En hoe ga je die crowd opvoeden? Want wat ik zelf merk, ik investeer zelf regelmatig in crowdfunding projecten. Ik heb in over 300 projecten over naar tig platformen geïnvesteerd. En ik merk heel erg dat eigenlijk de geldvrager, de projecteigenaar, als algemeen heel veel moeite heeft om die communicatie met die crowd op te bouwen. Wat je wel ziet is dat ze heel vaak wel goed zijn om tijdens de fundingperiode goed te communiceren. Maar daarna valt, en dat heb ik zelf ook een paar keer die fout gemaakt, daarna valt het eigenlijk gewoon redelijk stil. Dus op wat voor manier ga je die projecteigenaren ook helpen of motiveren om ook echt te blijven communiceren? Nou, het punt is dat zij ten eerste dus op zoek moeten zelf naar supporters voor het project. Dus dat betekent dat zij zelf bij vrienden en familie kunnen aankloppen van hey, kun je mij in een project ondersteunen? En doordat we zeg maar het fundingproces niet beperkt hebben tot een bepaalde periode, merken de projecten vanzelf dat het belangrijk is. Dus hoe meer jij een update doet over datgene wat je aan het doen bent, hoe meer je de crowd uiteindelijk bereikt. En waardoor je dus weer nieuwe mensen als supporter krijgt. Dus dat betekent hoe meer jij uiteindelijk transparant bent en update en campagne voert, hoe grotere de kans is dat je uiteindelijk de goederen, diensten en het geld krijgt dat je nodig hebt. Ja, wat je net aangeeft, in ieder geval, er is geen bepaalde fundingperiode. Daarmee haal je ook een stukje urgentie weg. Heb je ook gemerkt in de praktijk dat een probleem is? Of maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit? Nou, we zien dat dat eigenlijk het probleem verlegd wordt. Mensen, op het moment dat je een fundingperiode hebt die kort is, betekent dat per definitie dat je eigenlijk een groot bedrag gaat vragen. Mm-hmm. Terwijl door wij het doorlopend hebben, wij vragen niet één keer 50.000 euro, maar 5 keer of 10 keer 5.000 euro. Dus dat betekent dat je meerdere
keren zeg maar, een fundingbedrag neer kan zetten. Nou, en dat is gewoon een stuk makkelijker haalbaar dan dat je in één keer een grote partij ophaalt. En kun je bijvoorbeeld ook als donateur kun je ook regelmatig bijdragen. Wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren bij bijvoorbeeld platformen als Patreon. Waarbij je kunt zeggen, oké, weet je wat, in ieder geval ik vind het een tof project. Dit project gaat ongeveer zo lang duren. En ik ga een soort van subscription model starten. Waarbij ik iedere maand 10 euro aan die projecteigenaar geef. Ja, we hebben heel veel ideeën. Het staat op de roadmap. Maar de infrastructuur ligt er zeker om dat soort dingen ook toe te voegen. En dat zijn zeker de ideeën wat op de roadmap staat. En de toekomst waarschijnlijk wel gaat komen. Maar er zijn zoveel dingen die er nog op staan. Dat zal nog wel eventjes dat lijstje blijft altijd een uitdaging. Ja. Na lange voorbereiding zijn jullie live gegaan. Op wat voor manier ga je het voor elkaar krijgen? Of krijgen jullie nog voor elkaar dat je platform gebruikt gaat worden en dat gaat groeien ook qua gebruikers? Nou, wij richten ons enerzijds geven wij de mogelijkheid aan projecten om de crowd op te zoeken. Maar anderzijds geven wij de mogelijkheid ook om een connectie te maken met fondsen, met gemeenten, met corporate sponsors, et cetera. En wat we zien gebeuren is dat met name ook de stimulans komt vanuit een gemeente om te zeggen, jongens, dit is iets nieuws. Dit is wat jullie kunnen gebruiken. Dus de stimulans van het starten van projecten komt niet alleen van ons uit. Maar komt ook uit van degene de belanghebbenden, namelijk de fondsenverstrekkers. En daarnaast, doordat er campagne gevoerd wordt via onze tool, wordt onze naam natuurlijk ook met de berichten meegezonden. Dus dat is de manier waarop wij ons zelf uiteindelijk in de markt zetten. Ja, en ik sprak in gesprek bij je stand, ook even een collega van jou. En die zei van dat ook een van de dingen die jullie uniek maakt, is dat jullie zelf geen derde geldrekening hebben. Ja. Oftewel, het geld wordt direct overgemaakt op de rekening van de projecteigenaar. Exact, ja. Ja, dus wij werken samen met een service provider die dat voor ons faciliteert. Dus wij gaan er eigenlijk ook vanuit, het is er eigenlijk raar dat wij geld zouden moeten verdienen aan mensen die het hardst nodig hebben. Namelijk de sociale initiatieven. Dus ons businessmodel is ook totaal omgegooid daarom. Dat is ook de reden dat wij een project langer door kunnen laten lopen. Omdat wij niet afhankelijk zijn van de inkomsten van het project. Maar dat hebben we losgelaten en het businessmodel ligt ergens anders. Dus dat ligt met name bij het creëren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ondernemers en bij gemeentes en dat soort organisaties. Ja, en door die keuze in ieder geval trek je ook in ieder geval een deel van verantwoordelijkheid weg, in ieder geval die andere platformen wel meer pakken. Dus op wat voor manier kun je dan als platform, je gaf zelf al aan, jongens, we zijn een marktplaats. Ja. Dus wij faciliteren. Op wat manier zorgen we ervoor dat je toch nog een beetje bij kunt sturen als er dingen misgaan? Of als je bijvoorbeeld moet mediaten wanneer er bepaalde meningsverschillen zijn? Nou, wij gaan er eigenlijk wel vanuit dat een heel groot gedeelte van de correcties gedaan wordt door de crowd. Een project dat geen supporters heeft die de berichten willen delen. Dat wordt meteen doodhout. Ja. Dus dat betekent dus dat daar eigenlijk een natuurlijke manier is waarbij projecten zichzelf alleen maar succesvol zijn als ze ook iets goeds bijdragen. Uiteraard hebben we natuurlijk wel de mogelijkheid op het moment dat er echte dingen zijn die wij niet correct vinden om die eruit te halen. Maar wij gaan het niet cureren. Dus dat betekent feitelijk dat we wel alles loslaten. En dan verloopt het eigenlijk door wissel van de crowd zelf. Ja, okay. En als je kijkt naar groei, kijk, enerzijds kun je natuurlijk snel internationaal groeien, maar als je natuurlijk je platform makkelijk kunt vertalen en mensen eigenlijk daar zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Maar als je kijkt naar je verdienmodel, moet je dan toch denk ik wel het contact hebben met de gemeenten of fondsen om het verhaal uit te leggen en om daar afspraken over te maken. Dus eigenlijk moet je twee soorten groeistrategie hebben, denk ik. Datgene dat wij wel zien is met name dat doordat we het platform toch behoorlijk concurrerend in de markt zetten. Hè, zelfs ook voor gemeenten en voor corporates. Er is een hele grote schare van crowdfunding specialisten en adviseurs die die projecten helpen om succesvol te zijn. Want ook al maken wij het platform zo eenvoudig mogelijk, het is niet evident dat je daadwerkelijk snapt hoe crowdfunding werkt. Nou, daar is een hele grote categorie die eigenlijk onze product straks
ook in het portfolio meenemen. En het aan de man brengen, ook namens ons. Dus uiteindelijk willen we het zo maken dat wij alleen maar het product leveren. En dus niet zeg maar ook de dienstverlening erbij hoort. Dus wij zullen met een partnermodel gaan werken. Oké, okay, helder. Hey, en we zijn nu hier in het prachtige zonnige Lissabon. Ik hoorde dat gisteren de eerste winterse dag van het jaar was van iemand die hier woonde. Wat hoop je hier vandaag uit jullie stand te halen en de contacten die jullie hier verder op doet? We staan op een speciale hoek met betrekking tot Technology for Good. En we merken ook wel dat specifiek de mensen in dit interessegebied bij ons komen. Dus wij zoeken eigenlijk mensen die ons platform A willen gaan gebruiken. B, eventueel de partners voor ons in de toekomst op technologiegebied, maar ook op consultantsgebied die ons platform weg willen zetten. En uiteraard zijn we nog altijd op zoek naar investeerders die ons ook verder kunnen helpen. Ja. Dus zoals elke start-up waarschijnlijk op dit moment. Ja, dat moeten we maken. En nog één keer de URL voor mensen die kijken? Dat is www.heroesandfriends.com. Dus je kunt ze makkelijk gratis een project aanmaken. Nou, hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Ja. En veel plezier hier nog op de website. Dankjewel.